Door de coronacrisis zitten er op dit moment veel kinderen binnen. Martina Wobben uit Nieuwbuinen heeft daar iets op bedacht. Ze startte de Facebookgroep Nieuwbuinen Actief en verstopt speciale Happy Stones door het hele dorp. Ik zag ineens dat mijn kinderen graag naar buiten wouden om steentjes te zoeken. Ik denk, nou, wat is dat? En toen zag ik ineens de hype Happy Stones. Ik denk, hey, dat is leuk. Ik heb de Facebookgroep Nieuwbuinen Actief gemaakt om samen iedereen weer naar buiten te krijgen. Hoe krijg je kinderen naar buiten? Nou, op deze manier dus. Dus ik ben zelf gaan schilderen en ben dus van plan om 5 stenen te gaan verstoppen hier in Nieuwbuinen, waar mijn huisnummer en postcode achterop staat. En als je dat op Google intoetst, dan krijg je mijn adres te zien en dan mag jij bij mij thuis komen om even een aardigheidje op te halen. Om de steenspeurders alvast te helpen, geeft Martina een aantal hints waar je haar speciale Happy Stones kunt vinden. Ik ga nou het eerste steentje verstoppen bij een man die vroeger veel betekenis had in Nieuwbuinen. Dit steentje ligt op een relaxplek in een kinderlijke omgeving. Nou, hier is dus heel veel kindervreugde. Maar hij is nog niet weer open. Maar dat gaat wel gebeuren, dus ik leg het steentje aan de buitenkant. En ik leg hem hier ergens bovenop. Martina wil in de toekomst nog veel meer van dit soort acties opzetten. Ik ben die Facebookgroep eigenlijk begonnen door de stenen. En toen ineens dacht ik van, oh wacht, je had berenjacht vorig jaar. En met Sinterklaas had je Sinterklaasjes voor de ramen. Ik denk, nou ja, met Pasen kunnen we ook wel weer zoiets doen. Dus ja, dat is wel iets wat in mijn gedachten heeft gespeeld. Ze hoopt dat vele mensen haar voorbeeld zullen volgen. En nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Nou, ik hoop dat mensen nu zelf ook actief aan het schilderen gaan met hun kinderen en het gaan verstoppen. En er hoeft natuurlijk niet altijd iets achter te zitten, maar dat vond ik zelf een leuk idee. En dat ze meer naar buiten gaan, dat ze lekker weer buiten spelen en andere kinderen ontmoeten en zien. Martina zelf wordt er in elk geval erg happy van.